Het belangrijke van de Week van de Technologie is dat kinderen in aanraking komen met de technische bedrijven. En het is niet alleen de technische bedrijven, want het is ook logistiek, het is ook transport, het is ook chemie, het is ook ICT, het is de bouw, het is metaal. Dus wij leren eigenlijk de kinderen in te zien van dat je met technologie een heleboel kunt en dat je binnen die bedrijven heel veel functies hebt en dat je op die wijze daar ook mee in aanraking komt. Het is leuk om kinderen te laten zien wat techniek eigenlijk inhoudt. Veel kinderen weten het eigenlijk niet, die hebben er nooit van gehoord. En Almelo heeft heel veel technische productiebedrijven waar heel veel techniek gaande is. En we hopen ze een beetje wat mee te geven dat ze later een goede keuze kunnen maken. Voor de kinderen hebben we speciaal een matrijsje ontwikkeld, in dit geval een varkentje. En ze mogen hun eigen spaarpotje maken, die ze dan mee naar huis kunnen nemen. Daarnaast tijdens de rondleiding mogen ze kijken naar robots. Kunnen zelfs boterkaas en eieren spelen tegen een robot. We laten zien wat de machines zijn, wat voor materialen we gebruiken. En zo hopen we dat ze een goede indruk krijgen van wat we eigenlijk allemaal doen. Overal zit technologie in, dus je ontkomt daar niet aan. En vaak hebben kinderen en ouders een heel ander beeld van technologie. Maar in elk bedrijf, je ontkomt daar niet aan om met technologie in aanraking te komen. Dus hoe eerder je dat doet en hoe eerder je laat zien wat de mogelijkheden zijn, ik denk, dan heb je ook naar de kinderen toe en ook op de scholen waarin ze met de technologie ook verder gaan, ook iets uit te leggen.